Excelsior. Gisteravond thuis tegen VVV voor 6000 toeschouwers. VVV in de onderste regionen van die eerste divisie begon goed in Leeuwarden. Een gelukkig schot van Verberne. Het is 1-0 na 6 minuten spelen. En dan moet Cambuur natuurlijk wat gaan doen. Frank Berghuis nog altijd technisch zeer handig. Glijdt de bal voor. VVV gaat met mannenmacht proberen die bal uit te verdedigen. Krijgt hem maar niet weg. Hier nog een schot van Konterman. En daar wordt een elleboog gegeven door Van Utrecht. Maar de scheidsrechter Westerink die zag niets. En zo bleef het 1-0. Hier gaat die elleboog. Maar scheidsrechter Westerink zei dat er niets aan de hand was. En komt dat zelf nog een keer bekijken. Voorzet van Jansen. Cambuur moet natuurlijk wat doen. Hier bijna lege goal. Het wordt enorm breien. En de bal via Konterman op de lat. Een lange bal op Keizer. Die komt uiteindelijk voor de voeten van Frank Berghuis. Met het linkerbeen nog altijd heel sterk. Het wordt 1-1. Tegen 1 in Leeuwarden.